toe. We, we zijn begonnen met Lieve Paul bij de Annie de Rooij Award. Daar waren we heel veel genomineerden. Misschien komen ze ook nog allemaal in beeld welke mensen allemaal genomineerd waren. Een soort projectie hadden we van de 9 genomineerden. Ja, u ziet het wel. De opgeruimde geiten. Katrien Keil als Britney Spears. Femke Jansen. Greta Smit. Het meisje met de sterretjes. Marianne Timmer. Patricia Pai. God, het is zo... Agnes Jongerius. En we hebben... wie was dat, die mevrouw die rechts middenboven... Oh ja, oh ja, die zangeres die geslagen door de man. Ja, lullig als je een beetje goed zingt en je bent jaloers. Maar de vrouw die we heel graag willen vragen om te komen, want we hebben ongelooflijk met haar meegeleefd. Hier is ze, Cynthia Daalmeijer. Hoe lang is het nou geleden dat die hele Boer zoekt vrouw gebeurde? En met name dan dat je met 2 vrouwen overbleef. Welke periode hadden we het over? In juli. In juli? Ja. Vorig jaar? 2009. Ja, vorig jaar. Gaat snel, hè? Ja. En zullen we even kijken naar een klein stukje waar jij... Wat ik het meest ontroerende moment vond van Boer zoekt vrouw in jouw geval. We kunnen het even kijken wat er precies gebeurde. Ik zou bijna zeggen, vertel. Nou, weet je wel, hè? Ja. Nou, komt helemaal goed. Oké. Mooi. Nou, ik kreeg vandaag wel een beetje het idee al, maar... Ik kon wel eens goed komen. En hij wil. En ik ook. Oké. Mooi. Helemaal goed. Ja. Ja, nou heb ik de kriebels niet van de zenuwen, maar van blijdschap, denk ik. Vind je pijnlijk of niet? Ik vind het je van harte. Om het terug te zien? Ja. Maar ik, kijk, wat je denkt als televisiemaker, denk van ja, het is natuurlijk niet, misschien helemaal niet zo gegaan. Dat het misschien toch geknipt is, dat het je een beetje zieliger uitkwam dan je misschien in werkelijkheid was of bent. Ja, ik ben helemaal niet zielig. Nee, zo zie je ook helemaal niet uit. Zo zie je ook helemaal niet uit. De champagne doet wonderen. Ja. Maar... Hele fles, hoor. Maar vertel, toen je terug zat, wat dacht je zelf? Ja, het blijft gek om jezelf op tv te zien. En ja, dan denk je van, nou, komt er niet wat meer uit? Maar ja, dat is best wel moeilijk, vind ik, om voor tv je gevoelens te uiten. Ja. En op zich vind ik dat ik het er redelijk uit heb gebracht, maar ja... Ik ben dus niet zo zoals ik op beeld ben, hoor. Nee, want op beeld kom je over als dat je echt gewoon de vijfde wiel aan de wagen bent. Ja, zo van, nou, hè. Ja, je hebt één en al begrip, ondertussen zou je gewoon met een hakbel erop in willen rammen. Maar je kijkt en ja, natuurlijk, het leuk voor je. Ik gun het jullie zo van harte. Ja, haat. Maar zo onder tafel. Ja, maar ik kom ook voor dat je denkt van ja, maar ik had al lang het gevoel dat daar met die twee iets meer speelde dan met mij en boer Jaap. Weet je ook? Sorry. Mag wel Wim, hoor. Ja, Wim, in ieder geval boer. Nou, ik had al gauw in de gaten dat ik dus geen gevoelens had voor Wim. Dus dat heb ik ook wel gezegd. Maar dat was niet uitgezonden. Nee, knippen, ja. Dus in feite was je al klaar, wilde je ook al weg van de boerderij? Eigenlijk wel. Was ook niet uitgezonden? Ook niet. Nee, ik blijf gewoon tot het eind. Ja. Programma is programma, toch? Maar moet je dan ook aan, als ze dan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil wel eigenlijk wel die boerderij af, dat ze dan zeggen, nee, joh, blijf nog even, het wordt gezellig. Het wordt toch veel gezelliger. Ja, dat is wel gezegd. Maar het is ook gezellig geweest. Ja, maar ondertussen zie je wel dat er iets bloeit tussen boer Wim en je, Astrid. En Astrid. En zelf zie je een beetje tussen van, ja, wat heb ik nou aan mijn reet? Aan de uiers hangen. Ja, nee, je trekt je ook terug, inderdaad, dat klopt wel. Ja. Dus, en dat komt niet zo leuk over op beeld, moet ik zeggen. Nee. Hoe waren de reacties in je omgeving? Want mensen kennen je natuurlijk langer dan wij. We leren je mijn 8 weken of 9 weken kennen. Ja. Maar hoe waren de reacties toen mensen of je omgeving dat zag? De mensen die mij kenden, die zeiden van, ben jij dat? Ja. Zo kennen we je niet. Nee. Want ik heb mijn bekje wel bij me, hoor. Dus,
Ja. Wat dat betreft, wat ik al zeg, ik ben niet zielig. Nee, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, echt niet, echt niet. Maar je bent wel een aanmerking voor ons. Wij vinden dat jij de leukste, moedigste, fantastische vrouw bent. Maar dat we toch wel een beetje medelijden met je hadden. Ah. Dus we wilden jou graag de Annie de Roy Award uitreiken. Nou, mooi. En die hebben we volgens mij hier liggen. Of die heb ik in de kist liggen. Die ga ik even voor je pakken. Een officieel moment. Misschien dat we even een officieel muziekje mogen doen. Oh ja, heel mooi. Dit is een speciaal vervaarde Annie de Roy Award. Die ga ik nu aan jou geven. Ah. Het is ook het helmpje dat je nooit op mocht toen Astrid en Wim op de motor gingen. Jij zat er maar een beetje bij die keukentafel te wachten tot ze terugkwamen. Ja. En toen zat je met die keuken met die grote helm tussen jullie beiden. We dachten, nou, dit is een speciaal Annie de Roy helmpje. Ja, het past goed. Dit is voor jou. Dank je wel. En ik wens je ongelooflijk gelukkig 2010. Nou, een onwijs leuke meid. En ik hoop echt dat de liefde op je pad komt. Wie weet. En er is één klein mooi liefdesliedje, kon ik maar altijd bij je zijn. En ken je de kleine jongen Thomas Bergen, wat een enorme jongen is geworden van 19 jaar. Ja. Die als goed is komt hij nu hier binnen, gaat hij voor ons zingen. Speciaal voor jou en ook een beetje voor mij. Oh, en voor ons allemaal thuis. Kon ik maar even bij je zijn voor Cynthia. Hier is Thomas Bergen. Ja.